Wilt u dat wijzigingen in autorisaties worden goedgekeurd door een andere eigenaar, beheerder plus of beheerder? Dan kunt u het vier ogen principe gebruiken. Dit geldt voor wijzigingen in generieke autorisaties en rekeningautorisaties bij gebruikers. De te beoordelen wijzigingen herkent u in het gebruikersoverzicht aan de status te beoordelen. Zolang deze niet goed of afgekeurd zijn, kan niemand deze opnieuw wijzigen. De gebruiker die de wijzigingen heeft geïnitieerd, kan deze wel annuleren. In het wijzigingenoverzicht ziet de beoordelaar de huidige en de nieuwe autorisaties met de opties goedkeuren en afkeuren. U ziet in het autorisatieoverzicht of het vier ogen principe aanstaat voor uw overeenkomst. Wilt u gebruik maken van deze optie? Neem contact op met uw Rabobank.